Camera's rolling. Ik ben Laurence Mans en ik kom uit Mol. Ik ben Seppe Smits, ik ben 30 jaar oud. Mijn naam is Jules Slover, ik kom uit Komen-Waasten, een klein stukje in Wallonië. Ik ben Sebre Buk, ik woon in Antwerpen. Ik ben Evie Poppe, ik ben 17 jaar en ik ben professioneel snowboardster freestyle. Evie is natuurlijk een van de opkomende jonge generaties. Het is echt cool om te zien hoe gefocust dat ze in snowboarden. Het joch dat hij gewonnen heeft is echt heel impressionant. Seb de Buk, toch wel een stijlicoon voor mij al heel mijn leven lang. Het is altijd cool om te zien wat voor een tricks hij uit zijn mouwen schudt. Het zijn veel stijlen. Ik denk dat iedereen Seb de Buk wel graag ziet snowboarden. Loranne, dat is altijd een beetje het gevoel gehad dat mijn kleine zus geweest. Loranne is ondertussen ook echt een gevestigde waarde op de internationale scene. Als je naar Loranne kijkt, dan weet ze van dat wil ik doen en daar wil ik geraken. En dat is ook het mooie eraan. Jules is zeker een interessant karakter. Ja, als ik aan Jules denk, denk ik aan Roze. Ik denk dat Jules makkelijk snel bijleert omdat hij zo vlot op zijn bord staat. Ik heb echt wel veel respect voor hem. Hij is echt wel goed aan het knallen tegenwoordig. Sepp is echt een super toffe kerel. Ik hou van hem, de veggie bear. Eigenlijk heeft Seppe het snowboarden voor België op de kaart gezet. Ook al twee keer wereldkampioen geworden. Hij heeft altijd de beste techniek gehad in zijn flatspins. En dat blijft voor mij altijd wel een heel groot voorbeeld. Maakt niet uit wat de condities zijn, Seppe zal altijd wel presteren.